Dit is Egmond aan Zee. Tot het midden van de vorige eeuw was het de kleinste gemeente van ons land. De bevolking leefde er voor het grootste deel van de visvangst. Van de ouderen hebben velen een lang en werkzaam leven op de zee achter zich. En ze praten daar nog graag over. Voor de jongere generatie van Egmond biedt de visserij echter weinig aantrekkelijks. Arie Broek en zijn jonge vrienden zochten daarom liever een betrekking aan de wal. En die hebben ze gevonden in een geheel nieuwe industrie. Sinds enige tijd staat in Egmond namelijk een diamantslijperij, waar de jongens tot diamantslijper worden opgeleid. Onder leiding van bekwame vaklieden leren zij hier een moeilijk beroep dat goede toekomstmogelijkheden biedt. Zo'n opleiding duurt ongeveer 1,5 jaar. De ruwe diamant wordt, nadat ze gesneden is, in een houder gevat en dan onder een telkens wisselende hoek op een snel wentelende schijf gedrukt waarop zich fijn gestampt diamantpoeder bevindt. De ruwe kanten worden bijgeslepen. Elke diamant krijgt zo tenslotte 58 facetten. De Nederlandse diamantnijverheid, die in de oorlog het grootste deel van haar werkkrachten door de Duitsers zag weggevoerd, heeft zich in belangrijke mate hersteld en behoort thans opnieuw tot de voornaamste van de wereld. Op grond van belangrijke, meest buitenlandse orders heeft zij grote behoefte aan geschoold personeel. Een bescheiden aantal slijpers wordt nu ook in Egmond opgeleid. Voor de jonge generatie van Egmond is daarmee een aantrekkelijke werkgelegenheid geopend. Kinderkleding is ook